is dus eigenlijk best wel saai zo in het daglicht dat die brute lampen hier niet aan het schijnen zijn. Ik ben op station Hengelo. Vandaag is het eindelijk sinds 2 jaar tijd de kerstspecial. Vorig jaar kon die door corona niet doorgaan. Alles had een lockdown. Niemand was nog gevaccineerd. Dat is nu wel het geval. Dus in Duitsland gaan ook dit jaar weer de kerstmarkten door. Dus vandaag gaan we naar de kerstmarkt in Osnabrück. Mijn naam is Julian en ik wens jullie allemaal heel veel kijkplezier. Oh, echt niet. Het is wellicht Patrick. Goedemorgen. Wat doe jij hier? Weet ik nog niet. Wil je mee naar de kerstmarkt in Osnabrück? Ja, waarom niet? Om in Osnabrück te komen gaan we de uurlijkse rechtstreekse Eurofuel-trein die hier vanaf Saxpoortje 11 vertrekt nemen. En natuurlijk moet ik dit ding niet vergeten. En nu is het tijd om een kaartje te kopen. 2 hours later. Nou, we zijn al onderweg, maar met enige pijn en moeite hebben we die automaat zover gekregen dat hij het geld wil inslikken. Nou, dit is het Niedersachse ticket voor 2 personen, die kennen we. Dit krijg je aan wisselgeld terug, want het apparaat snapt niet wat geld is. En met deze trein. Ik ben helemaal gefrustreerd door die kaartautomaat. Dat was echt een grote fiasco. Met deze trein gaan we naar Osnabrück. Bijna vergeten, vergeet niet je naam op het kaartje te schrijven. Nou, we zijn er. Patrick, heb je er zin in? Ja. Hier in Osnabrück, kijk, de stationshal is ook super versierd. Gaan we naar de kerstmarkt dus toe. Op station Osnabrück Hauptbahnhof zijn we nu. Ik ben erachter gekomen dat de kerstmarkt bij de Altstad is. Dat is niet al te geheel een verrassing of zoiets. En dat er ook gewoon een station Osnabrück Altstad is en dat we daar voorbij zijn gereisd. Dus ja, we gaan met de bus naar de stad toe. Dan gaan we straks eventjes een dagkaartje voor de bus kopen. Dan gaan we lekker buslijntjes bingen nog. We moeten straks lijn M2 hebben. Kaartje gekocht voor het stadsverkeer. Dagkaartje voor de centrumzone van Osnabrück is €5,90. En ik ga echt heel goed op deze VDL zitten, ja. Op naar de Altstad. Stapt bij bushalte Hegertor. Dat is bij deze poort. Dit zal dan wel de Hegertor zijn. Patrick, ja. Achter deze poort is de binnenstad van Osnabrück en de kerstmarkt. Ja. Heb je zin? Zullen we naar de kerstmarkt gaan? Heel goed plan. Ik heb me donders veel zin in glühwein met amaretto. De kerstmarkt is gevonden. Volgens de Duitse coronaregels wat betreft eten, drinken en zo, dus ook voor een kerstmarkt, hebben ze polswandjes hier. Dat wordt je gecheckt op 2G, dus gevaccineerd of genezen. En dan kun je doen en laten wat je wil. Zo, weer een beker om aan mijn verzameling toe te voegen. Kijk, historische wijnmarkt Osnabrück. Glühwein met amaretto. Dat is alcohol galore. En het is super lekker. Hele blije jullie geluiden. Dit goddelijke voedsel, dit zijn Reibekuchen, een soort aardappelpannenkoek met appelmoes erbij. Dit smaakt, dit hebben ze ook echt alleen op kerstmarkt in Duitsland. Dit smaakt super lekker. Patrick, hier wou graag eventjes de kerk kijken. De kerk die blijkt best wel mooi te zijn. Dit is meer mijn ding. Dit is ook weer zo'n typische Duitse kerstmarkt snack. Dit zijn warme champignons met kruidensaus.
Zo, ja, ik moet echt eventjes vorig jaar inhalen toen er helemaal geen kerstmarkten waren. Gloma met Amaretto. Kijk, Patrick is Pikachu's aan het vangen. Oh, oh, dat wordt heel bruut. Kijk, het is heel lekker. Een negerzoen met gloewijn erin. Mini Osnabrück. En nu is het tijd voor een lekkere braadworst. Zo, nog eentje om het af te leren. Een gloewijn met amaretto. Dat is echt super lekker. Heet, jongen. Zo, kerstmarkt Osnabrück 2021. Super awesome. Twee regel. Werkt hartstikke prima. Mondkapjes zijn ook nog steeds verplicht voor extra bescherming. En we hebben ook nog een busdagkaartje, want de hele kerstmarkt hebben we nu gezien. Dus we gaan buslijnen doen. Op naar Osnabrück. Hoe? Echt niet. Kijk, zo'n bus in modelbouwvorm, maar die winkel is dicht helaas. Nou, dan maar het echte werk. Dit is lijn 5 naar Dordesheide. Dordesheide, Waldfriedhof. Hier laat de Citea zich op. Hier stappen we over van lijn M5 naar lijn 15. Hele brute bus dit. Aangekomen op het hoop en over hier overstappen. Aangeschoten vibes. Volgende bus die we gaan doen, lijn 17 naar Helleren Noord. Deze buslijn die duurt ook gewoon een uur. Aangekomen in Helleren Noord. Lijn 17 was een hele mooie lijn, een stuk door de bossen heen. Alleen de bus die erop zat, die was een beetje matig. Hier stappen wij over op lijn M4. Het zal wel weer zo'n elektrisch Citea geval worden. Ho, het is wellicht zelfs een dieselbus. Heel bruut. Neumarkt, hier overstappen op lijn 20 naar het Hauptbahnhof. Meester Haltestelle. Hauptbahnhof, Patrick, jij mag wat uitzoeken voor het avondeten. McDrek. Vooruit dan maar. Nou, op zich, hi Patrick, zijn we hier best content mee. Kijk, want rond kerst hebben ze bij de McDrek ook allemaal brute shit. Dit is de Big Rusty, kijk, dat is met kaas op de bun. En dan zit hier zo'n gekke aardappelschijf op zo'n halve rijbekoeken. En dit is ook alleen met kerst, garnalen. Zo, wij zijn voldaan en nu gaan wij naar huis. Hoi je bek. Gleis 12 Einfahrt RB 61 naar Hengelo über Rheine. Abfahrt 17:14. Vorsicht bij de Einfahrt. Zo, met deze Eurofiel gaan we naar Hengelo. Volgens mij gaat het niet erg goed met Patrick. Jij eigenlijk ook wel na 2 jaar wel heel goed gegaan op de Glühwein. Zo, weer aangekomen in Hengelo. Ja, dit hier miste ik vanochtend dus. Ik ga echt heel goed op deze lampen hier zo achter het station. Terug in Hengelo, deze dag is dus weer voorbij. Ik ga hier mijn vlog afsluiten terwijl ik van kleur verander steeds. Kijk, Julian is een chameleon geworden. Kijk, nu is die rood. Ja, voor je leuke vlog, kerst... Shot 2021. Want die van vorig jaar hebben we godverdomme gemist. Maar niet gedreurd, de kerstspecial is er gelukkig weer. Dankzij Duitsland met de 2G-regels. Ik vind het super ideaal, want nu kan ik gewoon lekker weer kerstmarkt bingen. Vond je dit een leuke video? Laat een blauw duimpje omhoog achter. Abonneer op mijn kanaal voor meer video's. Tot de volgende keer. Fijne kerstdagen. Tjus. Een beetje niks. Nou. Oh ja, voordat ik het vergeet. Dit is trouwens ook het laatste video van het jaar van mij. Dus ja, wat zeggen we dan ook? Tot volgend jaar. Fijne jaarwisseling.